Vanuit Controle All Delete volgen wij het onderwerp politiegeweld en met name buitenproportioneel politiegeweld al een aantal jaren. En daarvoor kijken we onder andere naar het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche. En wij zagen dat de Rijksrecherche elk half jaar, of het Openbaar Ministerie, die communiceert dan voor de Rijksrecherche, elk half jaar een overzicht publiceert van de schietincidenten en een overzicht publiceert van het aantal mensen dat erbij gewond is geraakt of is overleden. Maar het viel ons op dat er ook mensen overleden op een andere manier dan door een schietincident. En dat die personen niet meegenomen worden in de overzichten die de Rijksrecherche publiceert. Is er een mogelijkheid dat het OM wel al die cijfers publiceert? Ik ga gelukkig niet over de cijfers, maar ik denk dat juist de problematiek die hierachter zit, dat je niet precies weet wat er gebeurd is, dat het heel moeilijk maakt om die cijfers te publiceren. En wat hier gebeurt, dat zijn over het algemeen incidenten. Ja, je noemt dat terecht onder invloed, onder verantwoordelijkheid van de politie. En dat maakt dat misschien ook wel een zaak van de politie is. Deels ook van justitie natuurlijk, want naar dit soort gevallen doen wij wel degelijk onderzoek. En dat doen we door inzet van de Rijksrecherche. Want wat jij hier zei even, wie controleert nou het Openbaar Ministerie? Als er een situatie is geweest waarbij iemand is komen te overlijden en het is geen vuurwapengeweld, maar het is bijvoorbeeld bij een inval dat iemand via het balkon is proberen weg te klimmen en vervolgens is gevallen, of bij een achtervolging tegen een boom is gereden, dat wij zelf altijd al vinden dat als dat niet alleen onder de verantwoordelijkheid, wat jij hier net noemde, dat als wij de zorg hebben voor iemand, maar ook als wij iets doen wat een gevolg kan hebben waardoor iemand komt te overlijden, ook al is dat bijvoorbeeld zelf gekozen, dat ik zelf al vind dat we dan heel snel bij het OM aan de bel moeten gaan te zeggen, dit is er gebeurd. Hoe wil je dat onderzoeken? Wil je dat de Rijksrecherche hiervoor komt? Dus die komt ook niet alleen voor schietincidenten, maar ook voor dit soort incidenten. En dat er inderdaad in sommige gevallen, omdat de telling, die is met name het probleem, geef je aan. Maar wij hebben de insteek, ik heb de insteek om dat aan de voorkant gewoon zo snel mogelijk te laten onderzoeken door derden. Maar Mitch Henriques komt ook niet terug in de cijfers van het OM. Is er niet een mogelijkheid dat de politie zegt van bijvoorbeeld mensen die overleden zijn vanwege de nekklem of wurggreep of de taser of dat die wel dan gepubliceerd worden? Als mensen onder onze zorg zijn, en ik denk dat dat voor Nederland inderdaad nog wel een stap naar voren zou kunnen betekenen als we dat zouden laten. Want ik denk dat we daar eigenlijk alleen maar meer transparantie mee winnen. En ik van mening ben dat we in de gevallen dat we het laten zien, dat er heel veel uit te leggen is en dat er een goede uitleg bij is. En in de gevallen dat het niet goed gedaan is, dan moet het ook gevolgen hebben. En dat zeg ik niet omdat ik hier sta en jullie met meer zijn. En de camera's draaien en het vastgelegd is en we een hand gaan geven. Oké. De Rijksrecherche is een van de politie onafhankelijke instantie die in opdracht van het OM het onderzoek doet naar dit soort instanties. En zij zijn geen wetenschappelijk bureau. Dus zij stellen zich ook niet als zodanig op dat zij al die cijfers aanleveren. Het zou een hele aardige zijn als pakketgeneraal dus beslist van we gaan dit integraal in cijfers onderbrengen. Het zou heel goed zijn om daar meer helderheid over te hebben. Ja. Maar ik heb zelf geen enkel bezwaar, maar ik ben maar een gewone officier, om die cijfers wel helder te krijgen en publiceren. Want ik denk dat de core business van het OM is, maar zeker van de officier, is om verantwoording af te leggen over de beslissingen die je neemt. Kan je misschien een beetje uitleggen van wat nou precies de verhouding is tussen OM, Rijksrecherche en waar jullie inderdaad verantwoording over afleggen? Ja. Rijksrecherche is een opsporingsinstantie die onder het Openbaar Ministerie valt. Dus dat is geen onderdeel van de politie en is ook niet het eigen slager die zijn eigen vlees keurt. Staat dus daar los van en legt verantwoording af aan de officiers voor de onderzoek uit onder leiding van de officier. Je zegt onafhankelijk onderzoek, maar jullie vallen allemaal onder dezelfde ministerie van Justitie en Veiligheid, ja, toch? Ja, ja. Dus maar het is, dat ben ik met je eens, tuurlijk. Maar in mijn optiek is de Rijksrecherche niet een onderdeel, dit is geen onderdeel van de politie en daarom is er afstand. En dat is juist gecreëerd, zodat er afstand is en zodat er niet een collega naar zijn eigen collega moet oordelen of onderzoek moet doen. Het is toevallig zo dat het Europese Hof Nederland al meermaals op de vingers heeft getikt vanwege uitermate beroerd onderzoek door de Rijksrecherche. En dat is ook niet zo gek, want als je kijkt naar het aantal FTE's
wat er bij de Rijksrecherche werkt en je bekijkt wat zij moeten doen, dan begrijpt iedereen dat een onderzoek naar politiegeweld echt niet alleen maar door Rijksrechercheurs kan geschieden. En dat is helemaal niet zo onafhankelijk. De zaak waar u het net over had, meneer Henriques, is gedaan door een officier, die zit hier toevallig ook, uit Den Haag. Terwijl het was ook Korps Den Haag. Het zou toch veel logischer zijn dat je zegt, nou, dat laten we eens doen door mensen uit Amsterdam. Ik heb inmiddels 3 in behandeling genomen klachten bij het Europese Hof over het feit dat het Rijksrechercheonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie helemaal niet zo goed is. In ieder geval niet voldoet aan de eisen die het Europese Hof eraan stelt. Ik modereer dat ook maar. Ja. Hoe kijk je naar de woorden van de heer Korver? Ja, wat ik al zei. De verantwoording afleggen, is het alleen maar goed dat er ook advocaten zijn die ons scherp houden en die opkomen voor de rechter van. En dat zorgt denk ik aan alle kanten voor de meeste transparantie en het beste resultaat, hoe moet ik het benoemen, het beste onderzoek. Ik juich dat alleen maar toe. Kijk, je kan daar, ik denk daar anders over. Ik heb vertrouwen in de kwaliteit van de Rijksrecherche, waarvan ik inderdaad denk dat de capaciteit veel te beperkt is. Maar dat is niet alleen maar daar een probleem, maar op heel veel plekken bij het justitiële apparaat. Ik sta voor de transparantie van de zaken die wij draaien en de uitleg die we geven. We kennen deze casuïstiek, weliswaar niet in statistiekjes allemaal. We kennen deze casuïstiek zo goed, omdat het allemaal door het Rijksrecherche wordt onderzocht. In andere landen vind je deze informatie gewoon helemaal niet. Eigenlijk is het heel goed dat we in Nederland zo'n onafhankelijk orgaan hebben, omdat het in andere landen ook niet goed geregeld is. Ja, dat is goed. Maar het is goed dat we het hebben. Het zou mooi zijn als je dus van die dossiers ook verslag doet en uitlegt wat er gebeurd is en waarom dat is gebeurd, et cetera, hoe het is afgewikkeld. Dat is eigenlijk de laatste slag die men nog zou moeten maken in een positie die verder behoorlijk goed is georganiseerd, zeker vergeleken met landen om ons heen. Naar onze mening is de rol van het Openbaar Ministerie bij dodelijke geweldslichten door politieagenten op burgers niet onafhankelijk. De functiescheiding is niet juist ingericht bij de strafrechtelijke onderzoeken naar de politieagenten, omdat het OM 3 petten op hebt. Het OM is namelijk aanklager, baas van de politie bij de onderzoeken en speelt ook voor rechter. Want ze seponeren en schikken zonder dat er een rechter aan te pas komt. De slager keurt zijn eigen vlees. Een van de kritiekpunten die er heel veel is op de Rijksrecherche, dan wel het OM, is dat het niet onafhankelijk plaatsvindt. In ieder geval niet in de ogen van bepaalde advocaten, dan wel de nabestaanden zelf. Ja. Er is een discussie over dat het dan wel goed is ten opzichte van andere Europese landen. Maar de vraag is het dan nog wel goed genoeg? Hoe kijkt u daarna als u nu de verschillende geluiden zo gehoord hebt vanuit uw rol als officier van justitie? Nee, ik heb vertrouwen in de onafhankelijkheid van de Rijksrecherche. De onderzoeken die ik met hun gedraaid heb, hebben dat vertrouwen alleen maar bevestigd. En ik sta voor de kwaliteit van de Rijksrecherche en hun onderzoeken. En wat ik dus niet begrijp is, wat de meneer hier aanstipt, is dat dat niet klopt. Als mensen, als het gewoon niet is, zo is geregeld dat die checks en balances in een organisatie geregeld zijn, en je eigenlijk moet terugvallen op professionaliteit en goed werkende mensen, dan kan dat op een dag fout gaan waarbij dat niet meer goed werkt. En waarom is, hoe zit dat? Waarom is het niet goed ingericht met die checks en balances? De beslissing om niet te vervolgen, die wordt niet in geen enkele zaak waarbij dit soort ernstige gevolgen zijn en waarbij de politie betrokken is, die wordt nooit genomen door 1 officier. Nooit. Als er sprake is van politiegeweld door middel van schieten, dan wordt elke beslissing van de officier, besproken met de hoofdofficier, met een reflectiekamer, met meerdere officieren, soms al meerdere officieren uit het land. Bij schietincidenten wordt het aan een speciale commissie voorgelegd die onze beslissing en onze motivering daarvan keurt, als het ware. En pas daarna wordt de definitieve beslissing wordt genomen. Ik denk voor de meeste burgers dat ik niet echt helemaal zie wat die onafhankelijkheidspositie van het ministerie of recherche is, omdat het eigenlijk wel allemaal vanuit overheidstakken zijn en niet een extern bureau is die echt werkelijk op afstand naar kijkt. En dus niet ex-politieagenten of ex-mensen die bij de ministerie hebben gewerkt. Dat we onder 1 ministerie vallen en dat we daar ogenschijnlijk onder 1 paraplu vallen, ja, dat kan ik niet anders maken. En dat een bepaald wantrouwen teweeg brengt, dat is kennelijk zo. Ik moet zeggen dat ik nog nooit een telefoontje van de minister heb gekregen over wat ik moet doen. Ik lig misschien gevoelig dit onderwerp op dit moment, maar
Dus ik heb altijd zelf als officier ervaren dat ik in alle vrijheid mijn onderzoek kan doen. Niet belemmerd door welk belang dan ook dat ik naar de waarheidsvinding zoek. Ook in zaken, in gevoelige zaken waar het agent aangaat. En dat mijn eigen pakket daar mij volledig bij steunt. Even over de capaciteit, want het zijn inderdaad goede mensen. Volgende maand komt er een brief van de minister over de onderbezetting. En wat doet dat nu met de kwaliteit? Maar wat nog erg is, wat ze zelf aangeven. We kunnen nauwelijks komen toe tot preventieve adviezen. We kunnen niet meer lesgeven op de politieacademie. Wat leren we nu van al deze gevallen? En het leereffect is nu ondergesteld belang. En dat vind ik echt jammer. Hebben ze zelf naar voren gebracht. De Rijksrecherche kijkt ook door de strafrechtelijke lens. Is hier strafrechtelijk verwijtbaar gehandeld? Terwijl we natuurlijk moeten kijken naar... Zijn hier mensen overleden die misschien dat wat voorkomen had kunnen worden? Hadden we dit kunnen voorkomen? Dat is in ieders belang, ook in het belang van de politie natuurlijk zelf. Want het is verschrikkelijk als iemand onder je handen of in het busje overlijdt. Het eerste perspectief is van, zijn ze strafrechtelijk te vervolgen? Ja of nee? In plaats dat er gekeken wordt naar, was dit nou nodig? Had het niet voorkomen kunnen worden? Hoe kunnen we dat in de toekomst behoeden dat er iemand inderdaad zwaar letsel heeft of erger overlijdt? En dat is toch een ander perspectief. Als ik eventjes kort samenvat wat hier een beetje de revue gepasseerd heeft, is dat volgens mij wat er gezegd wordt. Ja, ben ik volledig met je eens. En ik vond dat een hele mooie input. Alleen, ik zit er als officier. Ja. En als officier ben ik ervoor om het gedrag wat ter discussie staat strafrechtelijk te beoordelen. En dat maakt dat ik daarnaast wel, wij als OM wel ook aan politie meegeven en teruggeven van kijk eens, dit komt uit een onderzoek en moet daar niet wat mee gebeuren. Maar dat in bredere zin vanuit het Openbaar Ministerie niet gebeurt. Want dat is niet onze taak. Nee. Maar dat ligt dan eigenlijk weer bij de politie. Ja, helder. Ja. Oké, dankjewel.